Dames en heren, goedemorgen. Dit is Vincent Everts. Ik rapporteer vanuit Schiphol. Ik ben op weg naar Tenerife en ik wil eventjes gewoon wat vertellen over de week die we hebben gehad. Want het was wel een weekje. Eerst hebben we de dag van de crypto gehad. Hartstikke succesvol. 800 mensen de eerste dag, 700 mensen de tweede dag. Ontzettend veel enthousiasme. Twee dingen wilde ik. Enthousiasme creëren, mensen waarschuwen, voorzichtig zijn, zorg dat je gewoon weet waar je aan begint. En ten derde had ik gepleit voor regelgeving. Goede, degelijke regelgeving. Nou, dat enthousiast maken is blijkbaar niet gelukt, want de markt is behoorlijk in elkaar gestort. Dus toen wij begonnen met de cryptoconferentie was het 600 miljard euro waard, de crypto-economie. Toen was het naar 500 en nu zit het op 450. Dus een gigantische daling. Dus blijkbaar is dat niet gelukt, dat enthousiasme. Ten tweede had ik gepleit voor redelijke regelgeving. Redelijke regelgeving om te zorgen dat Nederland kan profiteren over die blockchain applicaties die we natuurlijk met al die ICO's hebben. 15% is scam, 60% heeft geen kwaliteit, maar die andere 25%, daar komen hele bijzondere bedrijven uit en daar moet Nederland aan participeren. Nou, wat gebeurde de dag daarna? De minister pleitte voor een verbod van Bitcoin, om dat te onderzoeken. Nou ja, dat lukt hem niet. De AFM heeft net gezegd op toneel, de DNB, dat gaan we niet verbieden. En dan komt zo'n minister van het CDA, een intelligente man, ex-McKinsey, die gaat zeggen we gaan het onderzoeken of we het kunnen verbieden. Jammer, want dat was nou eigenlijk weer niet de bedoeling. Maar aan de andere kant, u heeft in deze nieuwsbrief, krijgt u de livestream van dag 1, de livestream van dag 2, netjes gesplitst, dat je op kunt klikken om welke presentatie je wil kijken. Hartstikke interessant over regelgeving, super interessante pitches van de ICO's. Ook hoeveel de mensen konden aan het einde van de pitchronde, konden ze 100 ethers verdelen. Kun je ook een beetje zien, die screenshots die daarbij zitten. En we hebben gewoon bijna iedereen geïnterviewd. Meer dan 40 interviews van de ICO's, maar ook van de Nederlandse Bank, van de AFM, van Jan Kees de Jager, van allemaal experts, van natuurlijk ook onze crypto-miljonairs die de beste tips aan het delen zijn. Echt waanzinnig. Het was een ongelooflijk leuk, mooi evenement. En ja, het feit dat dus gewoon de business enorm naar beneden gaat, is alleen maar een bonus. Want ik heb net weer gewoon bitcoins bijgekocht. Maar ja, als ik ze gewoon even op 6800 euro kan kopen, terwijl ze nog 14.000 euro waren op het hoogtepunt, zeg maar, ergens in januari, dan is dat natuurlijk wel een geweldige korting. Dus als je er iets mee wil, wel mijn advies altijd, doe maximaal 10% van je savings. Kijk goed uit, met die ICO's helemaal. In de grote munten zit je wel goed, maar zorg dat je daar gewoon op een goede, verantwoorde manier over gaat denken en investeren. Ga niks investeren wat je niet kunt missen. Het is gewoon een risicovolle business. En ja, hoe negatief moeten we nu zijn over de markt? Ik had al gezegd, het ging van 600 naar 450 miljard. Maar in november, toen ik mijn conferentie organiseerde, de Crypto Investment Summit, was het nog 329 miljard. En nu is het dus nog 450 miljard. Ik heb de laatste stand niet gezien. Maar we hebben allerlei dingen. De overheden zitten aan alle kanten gewoon te protesteren. Die voelen zich aangevallen. Die denken, hey, mijn belastingbase is een probleem. We moeten gaan reguleren. Het moet gewoon KYC moet geïmplementeerd worden. Mensen moeten belasting betalen. Daar ben ik ook helemaal mee eens. Heel belangrijk dat dat gewoon gebeurt. Aan de andere kant hebben we ook het nieuwjaar. Chinese nieuwjaar. Mensen nemen wat winstgevingen. En dat leidt dan op een gegeven moment tot een spiraal naar beneden. Ik zie het als een buying opportunity. We zullen over een week of twee weer zien van wat daarvan waar is. Goed, dus dat was even de crisis waar ik, die ik eigenlijk zie als een kans op dit ogenblik. Er zijn geen grote fundamentele redenen waarom nou op dit ogenblik de crypto-economie in problemen is. Interview wat ik ook nog even kan aanbevelen is Pradeep Goel. Dat is de CEO van Solve.care. Echt een ICO die ik echt nuttig vind, want voor healthcare hebben ze munt gemaakt om dat veel efficiënter te maken. Hij is gekozen als beste ICO in de Miami Bitcoin Conference. En hij was ook in Amsterdam en deed het daar ook weer gewoon geweldig. Dus dat is hartstikke mooi. Ik ben ook weer blij. Dan weer even af de Bitcoin. Ik had 10 dagen zonder internet. Er was gewoon een, glasvezelverbinding die was gebroken. En het heeft 10 dagen geduurd. 10 dagen heb ik met mobiel moeten werken. Ik heb gewoon elke dag had ik 10, 15, 20 gigabyte aan data via 4G, wat op zich goed werkte, maar dat was wel een uitdaging. En ja, dankjewel KPN en Regenfiber dat je het hebt gedaan hebt. Als laatste wil ik ook even zeggen, Cesar. Cesar is een electrotechnical engineer die ik al 10 jaar ken. Een geweldige vent die alles voor mij repareert, ongelooflijk veel weet.
een goede vent is om mee te werken. Hij komt uit de Filipijnen en hij was bij het airport van Miami, was hij verantwoordelijk voor alle radarinstallaties. Hij heeft nu eindelijk zijn diploma gekregen. Hij is electrotechnical engineer en hij zoekt een baan. Zijn Nederlands kan hij redelijk verstaan, maar nog niet zo goed spreken. Maar hij is een waanzinnig goede vent. En ik zoek een baan voor hem. Ik zoek echt een baan voor hem. Dat hij werkte op een booreiland. En hij zit nu wel nu bij Schiphol gaan werken. Maar niet in zijn electrotechnical engineer kant. Dus heeft iemand nog een goede, slimme electrotechnical engineer nodig? En die ook bereid is om eventjes... Hij heeft een legal status. Hij heeft zijn diploma, is klaar. Maar zijn Nederlands moet hij nog gewoon beter leren. Maar een waanzinnige vent, dus daar wil ik even een pitch voor noemen. Oké, ik ga nu met deze mensen naar Madrid-Tenerife. En dan ga ik kijken naar de nieuwe Nissan Leaf. En dan ga ik kijken vooral hoe de autopilot werkt. De autopilot en hoe ze ook gewoon een energiesysteem maken. Want zij gaan ook zorgen dat dat samenwerkt met je huis, dat je smart charging hebt, dat je de zonne-energie in de auto kunt opzetten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Daar ga ik een rapportage over maken. Dat kun je verwachten, filmpjes deze week. Maar voor nu ga ik nu vliegen. En geweldige week. Zorg dat je even kijkt naar de kansen die die crypto-economie neemt. Niet te veel, maar het is een mooie. Als je er iets mee wil doen, is dit een mooie kans. En kijk even naar die video's. Waanzinnige video's van dag 1 en dag 2. En 40 van de beste mensen die daar gewoon echt hele goede informatie over willen geven. Oké, tot volgende week.